Dit is Quint, de kater die vorige week gevonden is en een vijfde pootje heeft. Hij is net terug uit de Universiteit van Utrecht. Daar is onderzoek gedaan waarom hij nu zoveel pijn heeft bij het lopen, waardoor hij daar dus problemen mee heeft en wat eraan gedaan kan worden. Hij blijkt een gebroken heup te hebben. Dus dat heeft eigenlijk niets met het vijfde pootje te maken. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws. Het minder goede nieuws is dat dat wel een dure operatie gaat worden. Want het is een vrij gecompliceerde breuk. Maar ze kunnen hem wel herstellen. Dus dat is wel heel goed nieuws voor Quint. Zodat als hij geopereerd is, hij een leven kan krijgen waar hij toch gewoon goed bij kan lopen en zonder pijn. En dat vijfde pootje kan dan ook gewoon blijven? Ja, dan kan het vijfde pootje gewoon blijven en hij heeft er verder geen last van. Dus dat is wel erg goed nieuws, want het zou heel vervelend zijn als dat er afgehaald zou moeten worden. De ingreep kost zeker 2000 euro. Geld dat de opvang niet zomaar heeft. En daarom is er nu een crowdfundingsactie gestart. En dan hopen we dat we wat hulp krijgen financieel om dit te steunen. Want we hopen toch echt dat Quint gauw geopereerd kan worden. Want de artsen geven aan hoe eerder die geopereerd wordt, hoe beter het is. Want die heup is gescheurd, dus dat moet natuurlijk niet verder kapot gaan. En hij moet dus rust houden. En hoe eerder die geopereerd wordt, hoe eerder die ook aan zijn herstel kan beginnen. En hoe eerder de pijn weg is. Verwacht wordt dat Quint nog eind deze week of anders begin volgende week geopereerd zal worden.